Mijn naam is Job Hubatka en ik kan kort even uitleggen waarom ik hier in Novosibirsk Russisch ben gaan leren. Ik was al een paar keer in Rusland geweest voor werk en niet dat ik echt Russisch zou moeten spreken voor mijn werk, maar het werkt wel heel goed als je net een paar woorden beheerst en daarmee het ijs kunt breken. Maar de Russische taal is weerbarstig. Het alfabet is moeilijk, tenminste dat leek mij, en die omgekeerde R en zo. En zo dacht ik, hoe kan ik in Amsterdam beginnen? Of is het misschien leuk om in één keer helemaal onder te dompelen en in Rusland een cursus te doen? En zo kwam ik op het idee om in Rusland een taalkursus te gaan volgen. En dat kun je in Moskou doen, dat kun je in Sint-Petersburg doen, maar dat kun je ook in Siberië doen. Dit leek mij een uitgelezen kans om de winterse Siberische omstandigheden te leren kennen. Zo kwam ik dus bij Exlingo in Novosibirsk uit. En dat was een uitstekende keuze. Want ze hebben vooraf goed geholpen met de aanvraag van het visum. Dat scheelt heel veel werk. Ze keurige aanwijzing hoe je dat heel makkelijk kunt aanvragen. Ze hebben geholpen met het zoeken van onderdak bij een gastgezin. Ontzettend leuk, waar ik ook nog weer veel Russisch heb geleerd. Transport van het vliegveld naar dat gastgezin toe en weer terug. Alles keurig geregeld. Ze nemen het heel serieus. Dus de groepjes zijn zo klein dat mijn ontzettend lage aanvangsniveau, daar waren geen andere mensen die datzelfde lage niveau hadden. Dus ik heb die hele periode privéonderwijs gekregen. Dus dat was waanzinnig. En daarmee heb ik grote stappen gemaakt. Daarbij zijn er leuke activiteiten, hè, dan in de middag. En vervolgens zijn ze ook nog eens heel bezorgd. Want nu het dit laatste weekend bijzonder koud wordt, zijn we helemaal uitgelegd hoe we ons aan moeten kleden tegen die echt barre omstandigheden. Daarbij moet ik zeggen, dat gaat prima. Hè. Als je maar de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, dan is die kou heel goed te handelen. Nou, ik heb ontzettend veel geleerd en ik ga zeker nu terug in Amsterdam door met het bestuderen van deze toch wel heel leuke taal. Ik ben over mijn eerste angst heen en ik heb zin in meer. En ook grote kans dat ik nog eens terug ga naar Novosibirsk om een vervolgcursus te volgen hier. Heel veel dank.